de microfoon. Je weet hoe het werkt. Ik heb verder geen geluid. Ik heb nu even fixen, denk ik. Nou, dan doen we het zonder koptelefoon. Kun jij ook, hè? Goedemorgen. Eerst een heel sympathiek vraag hoe het met je gaat. Het gaat uitstekend. Ik werd vanmorgen om 5:30 wakker. Toen dacht ik wil niet meer. Ja. Ik dacht, weet je wat, om 12:00 trek ik gewoon de stekker eruit. Dat vind ik wel mooi geweest. Ja. Maar goed, dan zit je een 30 minuten. Nou, ik had al het idee. Ik hoorde jou namelijk wakker worden met Humberto Tan samen. Ja. En als je die kunt inhuren voor motivational speeches, dan moet je het doen. Die is goed, hè? Want binnen 1.5 minuut hoorde ik jou veranderen van een soort van slapende, net niet levende egel naar een jongen die er zin in heeft en die vandaag gewoon weer getrokken. Nou, dat is precies wat er gebeurd is, ja. Precies. Barend, je bent hier binnen met een volledig collectief. Ik ben er zeker te weten binnen met een volledig collectief. Ik ga je voorstellen aan de heren van iPad. Dames en heren, de heren van iPad. Hallo, heren van iPad. Nee, ik kom iedere morgen even bij, jongens. Het is geen museum. Nee. Goed. Er wordt verder ook niet gebeten, dus dat zit allemaal snor. Ik kom hier elke dag om de clubmiddagen van het mesgebeuren te promoten. Ja. En vanmiddag hebben wij de theatermiddag en dat gaan we doen met de heren van iPad. Boys, wat gaan we doen en hoe laat gaan we starten? In de microfoon. We starten vandaag om 1:00. Ja. 1:00 starten we bij de Keizerstraat 101 in Breda, de mes. En wij gaan een theater doen voor twee kinderen van 2,5. Ja. Dus voor de kleintjes maar vanaf. Dus ook, maar ook voor ouderen tot 6. Zelfs de ouders, iedereen vindt het te gek. Ja. Nou, als het leuk is voor de kleintjes, is het ook altijd leuk om mee te kijken. En het gaat over twee goochelaars die acts doen. Ja, sorry. Ja. Hij belooft dat ze moeten doen. Die acts doen. En tijdens onze act gaat het helemaal mis. We toveren bananen uit iPads. We vouwen hondjes. Deze laten we hier achter trouwens. En tijdens de act wordt een van de iPads. We hebben 5 iPads in de show. Een van de iPads gebleven. En die gaat ons dwarsbomen. Ik vind het allemaal leuk hoor, jongens. Wat gebeurt, jongens? De musical? Waar zijn we? Vorige week in première gegaan met meer dan lopende kritieken. Eergisteren. Maar zag ik nou echt, het gaat allemaal een beetje snel. Zag ik dan 4 sterren van het NRC? Ja, zeker. Ja. Hoe is het mogelijk, zou ik bijna willen vragen. Van het NRC 4 sterren. Nou, daar zijn we zo op, sokkers. Bij de koffie. Nee, ja, supergoed. Maar is dit toch echt de crew? Ik heb geen idee. Dit is echt de crew? Die we nog missen is Henk Poort. Ja, Henk Poort. Dat is de musicalster die dan ook nog wat luister bij zit. Ja, ik moet het even omschrijven. Ik kijk nu tegen de jeugd van tegenwoordig aan, maar dan dus vertaald naar poppen. Want de jeugd van tegenwoordig heeft tegenwoordig een musical. Wat gebeurt de musical? En de mannen van de jeugd van tegenwoordig zijn dus verpopt. Ja, en ze zijn er ook allemaal, hè? Mocht je radio luisteren, ik zie een pop van Pepijn, ik zie Willy, ik zie de Neger de Zijls, a.k.a. Bas Bron. Ze zijn er allemaal. Represent. En wat gaan jullie dan vanmiddag in de mes doen, in ons clubhuis? We gaan een klein stukje van de voorstelling doen. Eigenlijk begin. En dan een soort warmmakertje. Want we staan nog in Breda ook. En ik weet even de data niet uit mijn hoofd. Oh, maar, ja. Maar die is vast te vinden op whatsgebeurtemusical.nl. Maar vanmiddag, hoe laat gaan we los? Ik moet even weten, zijn jullie vanmiddag in de mes of vanavond? Vanmiddag, 2:00. Ja, dan spelen jullie waarschijnlijk de gecensureerde versie van de musical. Ja, dat is nog even een dingetje. Want ik heb Wiwa in de uitzending gehad 2 weken geleden. Die vertelde dat binnen 20 minuten de eerste ecstasy-pil al geslikt wordt in het verhaal. Ja. Dus dat wordt even gefilterd vandaag, begrijp ik. Ja, dat zijn smarties geworden. Dat is Skittles. Oké, dus even voor de duidelijkheid. Je kunt er naartoe, ook al heb je kinderen en denk je bij jezelf naar de jeugd tegenwoordig. Wat gaat het worden? Het is gewoon toegankelijk vanaf jongs af aan. Ik vind het heel grappig dat je ook... Je leert misschien wel een paar nieuwe woorden die je maar is ook goed, niet hè? Hebt gehoord. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Hoop ik. In ieder geval dat ze die thuis niet... Maar ik zie dus de poppen nu voor het eerst. Ik heb wel foto's gezien. Het is echt sick, man. Ja, ik zie jou kijken, Barend. Ja. Ze bewegen natuurlijk ook. Ik zie jij echt kijken als een papijn naast je staat. Ja, echt sick. Maar wil je dit meemaken? Een klein stukje van de musical en dus de jongens van de iPad zien vanmiddag het clubhuis. Vanaf 1 uur gaan we los. De deur is open. De borstje van de iPad ook niet te vergeten. Zorg voor de Ik heb het niet.